meneer. Ja? Dit is een sinkhole, hoorde ik. Wat is er gebeurd vandaag? Nou, de mannen waren hier de riool aan het schoon spuiten. Ja? En op een gegeven moment kwamen ze aan de deur vragen of wij wel eens last hadden van een slecht riool. Ja? De wc niet goed doorlopen enzo. Mm-hmm. Nee, nooit last gehad. Er wordt geroepen vanuit de wagen, hé, de grond gaat bewegen. Oh. Maar hoezo vanuit de wagen? Stond vanuit hier de wagen waar ze dus bezig waren met de putters schoon te maken. Ja? De grond gaat bewegen. Toen liepen die mannen van de deur terug naar de wagen. Ja? En toen zagen we, want ik ben meegelopen, zagen we hier de stenen bewegen. Meen je niet? En meneer die loopt er overheen en hij stak 1,5 meter diep het gat in. Zo. Dus ja, dat was iets aan de hand. Dan moet je dan niet net op de fiets overheen fietsen? Of? Ja, en mevrouw was net 2 minuten daarvoor met de auto overheen gereden. Zo. Maar nu schijnt het dat ze met het spuiten, want het gaat met hoge druk, ja? Dat ze heel wat zand hier hebben weggespoten. Mm-hmm. Dus ze waren nog bezig toen mevrouw erover reed. Dus waarschijnlijk is daarna hebben ze nog veel meer zand weggespoten en is ze daarna ingestort. Oké. Okay. Maar ja, het was wel een gat en het gat breidt zich nog verder helemaal uit. Dus dat als je daar staat, dan kun je het zo diep. Het is echt heel diep. Ja. Nou, een beetje Amerikaans, hè? Een echte sinkhole. Ja. En dan in de Haagse Beemden. Wat zegt u? Alleen net geen auto erin. Net geen, nou dat is maar goed ook natuurlijk. Nou, heel veel succes. Ja, dankjewel. En u moet het allemaal opruimen, meneer? Nou, nee. Dus calamiteit en dan moeten wij gaan kijken wat er aan de hand is. Uh-huh. En dan moeten we daar even een melding hier maken dat weer snel opgelost wordt. En hoe lang duurt zoiets voordat het opgelost is? Ik denk dat ze dan morgen wel even een ploegetje op zullen zetten. En dan de zaken weer netjes dichtmaken en herstellen en weer klaar. Maar het is veilig afgezet, hè? Met allerlei hekwerken. Ja. Dus het komt wel goed. Heel zeker toch.